Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we dus over cijfers en vertellen we de verhalen achter de cijfers. Iedere maand rond een nieuw onderwerp. En we spreken over de rol van de cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats, ik ben journalist, programmamaker. En het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis. Over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik opnieuw met Ruben van Galen, onderzoeker bij het CBS en bijzonder hoogleraar Register Analysis of Life Course Dynamics, verbonden aan het NIDI, het Demografisch Instituut in Nederland. Ruben is heel actief op Twitter, schuwt het publieke debat daar niet. En daar, op Twitter, wordt hij ook vaak gezocht en gevonden, want de laatste keer dat ik hem sprak had hij zo'n 7000 volgers. En inmiddels stuurt hij zijn berichten aan meer dan 14.000 volgers. Nou, vandaag spreek ik hem over ook groei, bevolkingsgroei, migratie en de gevolgen voor de integratie. Ha, Ruben. Hi. Ja, onlangs hebben jullie een dik rapport gepubliceerd. Het rapport Integratie en Samenleven over de stand van de integratie. Er staan opvallende dingen in, zoals het effect van COVID-19 op integratie, onder andere. En jullie hebben een nieuwe manier van indelen. Niet langer gebruiken jullie het onderscheid westers versus niet-westers. Nou, daarover straks meer. Laten we eerst dat rapport bespreken en de stand van de integratie. Want ja, mijn eerste vraag was meteen, hoe definieer je integratie? Wanneer is iemand geïntegreerd? Ja, wij vinden het belangrijk vanuit beleid of vanuit de maatschappij dat mensen die hier wonen in principe naar hun kennis en vaardigheden tot hun recht kunnen komen, hun weg kunnen vinden in de samenleving. En het is belangrijk om in het kader van gelijke kansen, dus heb je bepaalde mogelijkheden, om je dan naar die mogelijkheden ook te kunnen ontwikkelen. En het blijkt, gewoon uit de cijfers, in het verleden was dat zo, dat mensen die hier niet geboren zijn, om die reden eigenlijk al een bepaalde achterstand hebben. Mm-hmm. Qua taal, qua kennis van de cultuur van het land. En integratie is eigenlijk dus dat je meet op allerlei aspecten in hoeverre mensen hun weg vinden in Nederland. Ja, en is dat te meten? Kun je daar een soort beeld van schetsen aan de hand van aspecten? Nou, je kunt daar heel veel verschillende aspecten kijken. Bijvoorbeeld heel eenvoudig, voor de hand liggend, demografisch. Waar gaan mensen wonen? Hoeveel kinderen krijgen ze? Met wie trouwen ze, vormen ze gezinnen? Je kunt heel sec kijken naar sociaal-economische kanten. Dus bijvoorbeeld het opleidingsniveau van mensen. Op de mate waarin ze aan het werk komen, wat voor inkomen ze verdienen. Maar ook zaken als gezondheid, mm-hmm. Dus hoe gezond of ongezond zijn ze. Dat zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn, maar ook maatschappelijke participatie, dus vrijwilligerswerk of de mate waarin ze de instituties vertrouwen en hoeverre ze daar verschillen van de gemiddelde Nederlander. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat iemand die nou in een verzorgingshuis werkt, fulltime, maar verder niet meedoet aan het verenigingsleven in Nederland, de taal nog spreekt met moeite, is die dan geïntegreerd of niet? Ja, het is natuurlijk een subjectief manier van kijken. Hè. Dus integratie, als je het aan iemand op straat vraagt van wanneer vind je nou dat iemand hier geïntegreerd is, dan zal ieder die je tegenkomt daar toch een iets ander beeld bij hebben. Ja. Dus dat is niet zomaar te zeggen. Je kunt ook zeggen, het is, dat je het aan mensen zelf zou kunnen vragen. Voel je hier geïntegreerd of voel je hier welkom of kom je hier tot je recht? Dat is Je kunt het ook aan de mensen natuurlijk zelf vragen. Maar het is op zich gewoon wel goed om te blijven monitoren of deze samenleving open staat. Hè, qua baankansen bijvoorbeeld of qua toegang tot instituties of mate van vertrouwen. Wat belangrijk is voor het welzijn van mensen ook. Of je moet blijven meten of dat inderdaad zo is. En jullie formuleren dat dan in dat rapport van in hoeverre mensen toegroeien naar de gemiddelde Nederlander? Ja, dat klopt. Overigens is dat wel in dit rapport nieuw. We hebben in het verleden eigenlijk de mensen met een andere herkomst, wat we destijds migratie achter ons noemen, met een andere herkomst vergeleken met mensen die een Nederlandse herkomst hebben. En eigenlijk, gegeven het feit dat we nu inmiddels 26% van de mensen die in Nederland woont, heeft via zijn eigen geboorteland of het geboorteland van zijn ouders, haar of zijn ouders, een link met een land buiten Nederland, is het heel raar om te blijven vergelijken met die 75%. Dus we hebben nu gekozen om alle groepen te vergelijken met het gemiddelde. Ja. Want nieuwe mensen bepalen ook weer Nederland. Ja. Nederland verandert. Ja. Ik moest denken, toen ik dit gesprek voorbereidde,
aan een toespraak van koningin, toen prinses Maxima, uit 2007. En die was ook een nieuwkomer in Nederland. En die zei, ja, de Nederlander bestaat niet. Ik zal haar even goed citeren, anders doe ik het fout. De Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is grote ramen zonder gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar ook hechten aan privacy, gezelligheid. Nederland is één koekje bij de thee, maar ook enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is nuchterheid en beheersing, pragmatisme, maar ook samen intense emoties beleven. De Nederlander bestaat niet. Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten. Ja, ben je het met haar eens? Ik ben het wel met haar eens dat er grote diversiteit is. Kijk, het is wel zo dat mensen op zich wel behoefte hebben aan daar waar ze wat hen verbindt. Volgens mij, als je vraagt van welk persoon vind je nou het meest bij Nederland horen, dan noemen ze als eerste misschien Johan Cruijff en dan komt toch vrij snel misschien het Koninklijk Huis. Of, dus wat is nou een verbindend persoon, ja. Waar spiegel je aan? Nou, als je het hebt over kenmerken van jezelf. Volgens mij is het zo dat als mensen met een immigrant aan de bar in een café zitten en praten over preferenties en waar ze over van dromen en waar ze mee bezig zijn, dan zou je er heel vaak wel eens achter kunnen komen dat die persoon veel meer op je lijkt dan de buurman waar je misschien in een provinciedorpje naast woont. Dus het is heel subjectief, maar ik begrijp ook wel weer dat mensen behoefte hebben aan die nationale beelden of beelden van ja, wie ben ik en wie zijn wij in een steeds groter wordende wereld. Ja. Maar goed, jullie hebben wel dus die gemiddelde Nederlander gedefinieerd. Hoe ziet die eruit? Nou, we hebben geen gemiddelde Nederlander gedefinieerd. We hebben op alle onderdelen, bijvoorbeeld over huisbezit of over het aantal kinderen dat mensen krijgen of ze wel of niet werken, hebben we vergeleken met de gemiddelde die op dat moment voor die groep bestond. En als je het hebt over werkloosheid bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk bijna altijd ook stratificeren naar leeftijdsgroepen. En je moet rekening houden met opleidingsniveau. Dus er zit allerlei diversiteit onder die groepen waar je ook goed naar moet kijken. Dus de gemiddelde Nederlander, die is niet zomaar te definiëren. Nee. In dit rapport komen een paar algemene ontwikkelingen voorbij. Bijvoorbeeld kinderen van migranten, tussen aanhalingstekens, doen het beter dan hun ouders. Die groeien dus iets sneller naar die gemiddelde toe. Wat betekent dat? Nou, dat heeft vooral te maken met kinderen van migranten, dus kinderen die hier geboren zijn, die hier het hele onderwijssysteem hebben mogen doormaken of kunnen doormaken, zijn over het algemeen hoger opgeleid dan hun ouders. En kennen de weg hier in Nederland beter, spreken de taal veel beter. Dan heb ik het vooral over de grote groepen migranten, zoals uit Turkije, Marokko, uit Suriname en Antillen. En dat zijn zeg maar de grote groepen. Ja. Als je daar naar de kinderen kijkt, die doen het zeg maar beter op de arbeidsmarkt. Ze zijn hoger opgeleid daardoor, omdat ze hoger opgeleid zijn. Maar het is niet zo dat die groepen nog niet steeds tegen uitdagingen aanlopen. Nee. Er is nog steeds achterstand ten opzichte van weer dat gemiddelde, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijdsgenoten. Ja. En het vorige rapport was 2 jaar geleden, kwam dat uit. Hoe staat de integratie hier eigenlijk voor? Ja, de ontwikkelingen die we inderdaad langjarig eigenlijk al zien, die hebben we nu weer kunnen bevestigen. Kijk, we hebben wel een andere manier een beetje gevonden van het indelen van groepen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Maar generiek zeg maar zie je dat het langzaam beter wordt. Als je kijkt naar die grote groepen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het nog te langzaam gaat. Hè, het schooluitval onder jongeren met een Marokkaanse achtergrond. En dan met name de Marokkaanse mannen, jonge mannen, is nog best wel groot. En dus je ziet dan in die groepen vooral dat bijvoorbeeld meisjes, eigenlijk vrouwen, het toch echt wel veel beter doen. Dus op onderdelen gaat het wel steeds beter, maar er zijn grote uitdagingen nog steeds. En ook nog grote verschillen dus. Ja, er zijn nog best wel grote verschillen. En je ziet het ook in de participatie van nieuwkomers, met name statushouders. Maar ja, die hebben ook een geschiedenis met zich meegebracht, die het ook moeilijk maakt om aan het werk te komen. Ik bedoel, er wordt ook, als je het hebt over arbeidsparticipatie, zijn er best grote verschillen voor mensen met een buitenlandse herkomst. Met name Turken, Marokkanen en mensen met een buiten-Europese herkomst. Maar uit onderzoek buiten het CBS wordt ook gewoon echt objectief aangetoond dat er ook discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt. Dus als je cv stuurt en de een heet Mohamed, de ander heet Mark, dan wordt Mohamed's cv gewoon echt substantieel minder vaak
gewoon geopend. Er wordt niet naar gekeken. Nou, dat kun je gewoon meten. Nou ja, als er dus barrières zijn die niks te maken hebben met hun cv, maar met niks met hun potentie, ja, dan als je dan later ziet dat de participatie lager is, dan is dat natuurlijk niet zo vreemd. Nee. Dus dat is een deelverklaring van de verschillen die we nog steeds zien. Maar ook die schooluitval, hè, die je net noemde, en dan later die lagere arbeidsparticipatie, ook door discriminatie, dat klinkt dan niet zo goed. Nee, maar ook binnen de gediplomeerde groep zie je nog steeds minder participatie. Dus afgezien van uitval. Maar er is inderdaad ook uitval. Er kan ook demotivatie zijn door dit soort gevoelens. Dat je denkt van ja, ik kom er waarschijnlijk toch niet tussen. Nee, maar los van de argumentatie, zeg maar. Ja, het feit dat het zo is, dat klinkt dan niet zo goed. Nee, daar is nog een grote uitdaging ligt daar voor ons. En dan bedoel ik ons. Het is niet alleen maar het jezelf, jezelf moeten invechten, zoals wel eens iemand zei. Je moet ook, er moet wel iemand ook misschien het deur van het slot doen. Maar het komt altijd van twee kanten. Dus integratie, en waar we over begonnen, is niet een proces van alleen maar één persoon. Het is echt ook iets van de samenleving. Laten we dan nog even naar een opmerkelijk onderdeel van jullie rapport gaan in deze uitgave, namelijk de invloed van COVID-19. In totaal overleden dat eerste jaar van de pandemie 28.000 mensen aan corona. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de sterfte tijdens het eerste jaar van de coronapandemie. Vooral mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond liepen meer risico op sterfte door COVID. Van alle sterfgevallen onder deze groep was bij ruim 25% corona de oorzaak. En ook onder Turkse en Surinaamse Nederlanders stierven naar verhouding veel meer mensen aan corona dan gemiddeld. Ja, dit fragment gaat over oversterfte. Maar in dit rapport kijken jullie vooral naar ziekenhuisopnames en IC-opnames door COVID. En wat blijkt daaruit? Daar blijkt net als bij de sterfteanalyses dat inderdaad personen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse herkomst een grotere kans hadden om wegens COVID opgenomen te worden in het ziekenhuis. Oké, dus en dat is een beetje parallel aan die oversterftecijfers. Ja, dus we zien in het rapport wat we hebben gepubliceerd ook naar, als je kijkt naar de cijfers wat betreft arbeidsongeschiktheid, dat voor die groepen ook heel hoog ligt. Dus die mensen zijn over het algemeen ongezonder dan de gemiddelde Nederlander van dezelfde leeftijd. Dus we hebben in die analyse rekening kunnen houden met dat er mogelijk verschillen zijn in welvaart. Mm-hmm. En dat gerelateerd dan aan de mate waar misschien als je een groot of klein huis hebt, is de kans misschien groter dat je besmet wordt. We hebben ook rekening gehouden met het aantal mensen dat ze in huis met wie ze samenwonen. Grotere gezinnen. Ja, en dan als er meer mensen in en uit lopen, is ook grotere kans op besmetting. Maar allemaal los daarvan, dat verklaart maar 30-35% van de verschillen, is er nog steeds echt een verhoogde kans voor deze groepen om zowel in het ziekenhuis te komen als dus te overlijden aan corona. En hebben jullie enig idee hoe dat komt, los van die besmettingssituatie? Nee, dus ja, misschien hebben we dat nog niet helemaal kunnen vatten met de dingen die we hebben toegevoegd aan het model, maar het is niet uit te sluiten, of tenminste we weten dat ook de gezondheidstoestand van deze groep sowieso dus minder goed is. Dus als je al onderliggende aandoeningen hebt die te maken hebben misschien met een moeilijk arbeidsverleden. Mm-hmm. Mensen hebben onder slechte omstandigheden gewerkt, daarom zitten ze ook nu in de arbeidsongeschiktheid te wachten tot ze AOW mogen ontvangen. Of ze hebben inmiddels AOW en zijn gewoon ongezond. En het kan ook te maken hebben met onderliggende zaken die in die groepen vaker voorkomen. Zoals suikerziekte en een hoger BMI. Dus zwaarder zijn. En dat helpt ook allemaal niet als je besmet wordt. Nee. Na een periode van economische groei las ik, waarin de sociaal-economische positie van de meeste buitenlandse herkomstgroepen verbeterde, ten opzichte weer van dat gemiddelde in Nederland, werd 2020 gekenmerkt door een terugslag voor alle herkomstgroepen ten gevolge van de pandemie. Dus dat betekent dat die groei die was ingezet, wat betreft de sociaal-economische positie, die kreeg een tik door die pandemie. Maar geldt dat niet voor heel veel Nederlanders? Jawel, maar je ziet dat toch deze groep gemiddeld genomen vaker in iets onzekerdere banen werkt. Ook in sectoren die door de pandemie nogal sterk zijn geraakt. Zoals? Hè? Zoals de horeca, evenementenbranche, dus meer die ook in de beveiliging. Dus die banen, zeg maar, waar zij met name actief zijn, die hielden eerder op, zeg maar, in coronatijd. Ja. Dus dat heeft daar op zich mee te maken. Ook nog een opmerkelijk feit uit jullie rapport.
Binnen die 5 grote buiten-Europese herkomstgroepen, zoals jullie dat formuleren, vormde de Indonesische herkomstgroep een uitzondering. Wat was die uitzondering? Nou, die uitzondering is dat die groep een heel ander migratieverleden heeft met Nederland dan de andere groepen die, dus zeker de Turkse en Marokkaanse groep, die met name via gastarbeiderschap hier kwamen. En die Indonesische groep die hier naartoe kwam, dat had te maken met het zelfstandig worden van Indonesië, wat Nederlands-Indië was daarvoor. Ja, ons koloniale verleden. Ja, het koloniale verleden. Dus en heel veel mensen die hier toen migreerden, na 49 of in 49 en daarna, die hadden zelf een Nederlandse link, omdat 1 of 2 van hun ouders allebei in Nederland waren geboren en ooit naar Indonesië waren vertrokken en daar dat kind dan hebben gekregen. Dus ze hadden een hele andere startpositie. En er zijn natuurlijk ook mensen die van origine Indonesisch zijn, maar met die Nederlandse cultuur te maken kregen. Ja. Dus toen ze hier kwamen, al makkelijker integreerden. Ja, ze spraken heel vaak de taal al heel goed. En het waren over het algemeen gemiddeld genomen en ook wat hoger opgeleiden die hier ook kwamen. Nou, die hebben een hele andere positie. Maar het is een vrij vergrijste populatie inmiddels. Ja. Maar dat zie je dus wel nog steeds, dat Indonesische migranten sneller integreren. Nou, de huidige Indonesische migranten verschillen wel weer heel erg van die groep. En dat is ook, dat maakt die groep wat heterogeen, maar het is wel een heel klein groepje. Want Indonesië nu is heel anders dan 75 jaar geleden. En de mensen die nu komen, dat zijn internationale studenten of kenniswerkers over het algemeen. Laten we dan nog even terugkomen op jullie nieuwe manier van indelen of van registreren of tellen, hoe je het noemt. Voorheen deed het CBS dat altijd via de scheiding Westers en niet-Westers. CBS zal begrippen als Westers en niet-Westers niet lang meer gebruiken. De uitgang is in zicht, zegt een woordvoerder tegen NRC. Vooralsnog deelden ze in onderzoeken Nederlanders op in mensen met een Westerse en met een niet-Westerse migratieachtergrond. Dat doet het CBS na een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die zegt dat het onderscheid niet wetenschappelijk is onderbouwd en dat het negatieve associaties oproept. Een andere indeling dus sinds dit jaar. Waarom eigenlijk? Nou, ik zal eerst uitleggen waarom we er ooit mee zijn begonnen. Voor de bevolkingsprognose die het CBS maakt, is het belangrijk om veronderstellingen te hebben over het kindertal wat mensen zullen krijgen in de toekomst. De mate waarin er mensen naar Nederland zullen komen en ook weer Nederland zullen verlaten. En we hebben veronderstellingen over hoe de levensverwachting ontwikkelt. Eind jaren 90. En daar bleek het belangrijk genoeg te zijn, zeg maar, om onderscheid te maken naar de driedeling Nederlandse herkomst, Westers, niet-Westers. Als je kijkt naar dit soort demografische uitkomsten. En onder de motorkap, zeg maar, van die driedeling, zoals we het presenteerden, hadden we ook naar de verschillende subgroepen verschillende veronderstellingen. Maar we hebben dat altijd gepresenteerd als Nederlands, Westers, niet-Westers. En dat zijn we gewoon gaan doen. En dat is ook overgenomen door mensen buiten het CBS, instituten, overheidsinstellingen. En ook het CBS zelf ging ook statistieken maken en aggregeren naar die driedeling. En dat was op dat moment eigenlijk best een goede indeling. Want het waren, zeg maar, best begrijpelijke onderliggende groepen die erin zaten. Maar inmiddels is er zo ontzettend veel veranderd en zijn er zoveel nieuwe groepen naar Nederland gekomen, dat het eigenlijk heel moeilijk uit te leggen is waarom je die driedeling zou gebruiken. Kun je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld niet-Westers. De associaties die mensen bij niet-Westers hebben, los van dat het semantisch niet zo mooi is, dat iemand niet-Westers is, alsof Westers een soort eindstadium is van de mensheid. Maar daar zitten hele verschillende groepen in. Daar zitten, destijds waren het vooral Turken, Marokkanen, mensen uit Suriname en Antillianen. Die hadden een cultureel andere basis, zeg maar, dan in Nederland. Maar daar zitten nu mensen uit Afrika, samen met mensen uit Zuid-Korea, China, dat kun je eigenlijk niet meer samenvatten. Nee, want de migratiemotieven van die mensen, vluchtelingen samen met kenniswerkers, en suggereren dat het zinniger is om naar inkomen of de kans op betaald werk naar die groep te gaan kijken, is eigenlijk niet precies genoeg. Dat is het. Het is niet precies genoeg. Je weet niet zoveel als je een groep niet-Westers noemt. Nee, we hebben het veranderd, deze indeling dus, omdat we daarmee zeker weten dat de statistieken preciezer worden. En de associatie bij niet-Westers is ook negatief geworden. Het is nu wel zo dat wij de subgroepen die daaronder zitten, zeg maar, als je die apart benoemt, dan worden wel eens de verschillen ook, als je het hebt over negatieve uitkomsten, ook groter. Maar ik wil trouwens ook nog even zeggen dat we los van die driedeling ook al jarenlang
de groepen afzonderlijk ook allemaal al benoemd hebben. Ja. Het is niet zo dat wij nu iets doen wat we nooit deden. Alleen die aggregatieslag naar die driedeling, die is achterhaald en die hebben we vervangen. Dus dat lees je ook niet meer in jullie rapport? Nee, dat lees je niet meer in ons rapport. Dan het onderwerp migratie, nog even uitgezoomd. Dat zorgt altijd voor emotie en soms ook ophef. De Nederlandse bevolking groeide dit jaar al met 191.000 mensen. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met de groei vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. Die toename komt vooral door immigratie. Een derde van die migranten is een nieuwe groep, Oekraïners. Bijna evenveel komen uit de rest van Europa. Nederland is een plek waar veel werk is en dat trekt mensen aan. Ze werken bijvoorbeeld in de kassen, in distributiecentra en in de bouw. Ook komen er uit heel Europa veel studenten naar Nederland. 20% komt uit Azië. Verder nog 6% Nederlanders die terugkeren uit het buitenland, de remigranten, en 13% overig. Asielzoekers die vaak zo beeldbepalend zijn voor immigratie, vormen in werkelijkheid dus een minderheid onder de nieuwkomers. Ik vind gewoon dat ze wel moeten stoppen om alles maar binnen te halen, want het kan gewoon niet meer. Er is geen plek meer voor heel veel mensen. Als iedere gemeente in Nederland nou eens 1% zou gaan opvangen van hun inwoneraantal, dan kun je 1,7 miljoen mensen opvangen. Ja, dat is probleem over. Eerst maar naar de cijfers, de harde cijfers. Hoeveel migranten telt Nederland? Begin dit jaar telde de Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. En 2,6 miljoen mensen daarvan waren niet in Nederland geboren. Oké, dus dat zijn mensen die hier naartoe zijn gekomen? Ja, die hier naartoe zijn gekomen. Maar dan heb je ook nog de mensen die geboren zijn uit ouders die hier naartoe zijn gekomen, maar zelf wel in Nederland zijn geboren. Zijn dat dan ook nog migranten? Dat zijn geen migranten, dat zijn kinderen van migranten. En dat zijn er nog eens 2 miljoen. Dus samen vormen ze 26% van de Nederlandse bevolking. Ja, maar daar horen dus ook mensen bij die niet migrant zijn. Ja, dus de kinderen de tweede generatie. De tweede generatie, zo noemen we dat ook in het rapport. Het is natuurlijk logisch dat mensen die hier komen, zijn over het algemeen gemiddeld relatief jong. En die krijgen op een gegeven moment ook kinderen. Ook heel vaak met mensen die hier al wonen. Ja. Dus het zijn 2 miljoen mensen die 1 of 2 ouders hebben die niet in Nederland zijn geboren. En dan als je naar die groep kijkt, dan zijn personen met Turkse, Marokkaanse, Indonesische, Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst de grootste groep vormen die van de buiten-Europese herkomst groepen. Klopt. Zeg ik dat goed? Ja. En als je kijkt naar al die groepen die naar Nederland migreren of de mensen die hier komen, wat zijn dan nu de trends? Ja, kun je over trends spreken? Ja, je kunt wel van trends spreken. Dat heeft met name met de eenwording van de EU, of de uitbreiding van de EU te maken. Toen het mogelijk werd om, als je in een ander EU-land wilde werken, dat je dat gewoon mocht. En er zijn landen bijgekomen waar heel veel mensen waren die heel graag elders wilden werken. Dus er zijn heel veel mensen uit Polen, uit Bulgarije, uit Roemenië, die zijn naar Nederland gekomen om hier hun werk, hun arbeid aan te bieden. En er was veel vraag naar die mensen en dat is er nog steeds. Ja, en dan denken we vooral aan de kassen, werk, in de bouw. Slachterijen en de bouw, überhaupt in de landbouw. Daar waar heel veel manueel productiewerk nodig is en nog steeds veel wordt gedaan. Komkommers plukken, tomaten plukken in de kwekerij van champignons. Daar zijn heel veel handjes nodig, met alle respect voor die handjes hoor. Maar en wij zijn ook gewend dat die sectoren ook relatief goedkope producten leveren. Dus het is voor het is een systeem geworden. Het is een systeem geworden van ook een afhankelijkheid van die arbeidsmigranten. Ja, kunnen we nog zonder eigenlijk? Nou, die sectoren zouden op deze manier niet zonder kunnen. Dat zeggen de bedrijven zelf ook. Hè. Dus die zouden in de problemen komen als het opeens niet meer zou mogen binnen de EU. Nee, maar de Nederlandse bevolking groeit het hardst het afgelopen decennium vooral door migratie, hè, door de nieuwkomers, mensen die van elders hier komen. Toch, we hoorden net al even in het fragment, zijn er ook mensen die daar heel sceptisch naar kijken. Want wat jij net zegt, die arbeidsmigranten die in de lager betaalde banen werken, dus in de kassen, worden vaak slecht behuisd, zitten malafide uitzendbureaus tussen, zorgen ook voor overlast, of dat hele systeem zorgt ook voor overlast. Ik snap dan wel dat dat emotioneel is, of dat mensen daar iets van vinden. Ja, dat snap ik ook wel. Dus dat zijn, er zijn structurele problemen. Je kunt ze ook misstanden noemen, zoals commissie Roemer dat heeft onderzocht. Bij de huisvesting in de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten uit landen die bereid zijn ook tegen laag loon werk te verrichten. Dat is er ook echt zo. En mensen zien dat in hun omgeving. Ze zien mensen in en uitlopen in een etagewoning en dat zijn er veel te veel, voor je gevoel misschien. En er wordt weinig door de inspectie echt gehandhaafd. En ik kan me voorstellen als mensen dat
om zich heen zien. Plus dat ze zelf ervaren dat hun eigen kinderen of zij zelf niet makkelijk aan een woning kunnen komen. Huisvesting is een probleem. De woningmarkt zit op slot. Ja, dan kan ik me die emoties best voorstellen. Maar als je kijkt naar de oorzaken van die structurele problemen die er op dit moment zijn, of die problemen die er nu worden ervaren, ja, dat zijn structurele gevolgen van structurele ontwikkelingen die niet op zich met die individuele migranten te maken hebben. Dus nee. Maar het is wel, als je daar in de straat woont, dan ervaar je dat wel. Dan ervaar je dat wel. Dus die emoties kan ik me goed voorstellen. Maar je ziet dat er heel veel verwarrende beelden bestaan over immigranten. Alsof dat inderdaad allemaal vluchtelingen zijn. Alsof ze allemaal worden uitgenodigd. Alsof ze niets liever willen dan naar Nederland komen. Mm-hmm. Maar als je gewoon naar de Europese statistieken kijkt, dan zie je dat naar hoofd van de bevolking komen er gemiddeld aantal asielaanvragen in Nederland. Het is niet zo dat iedereen naar ons wil komen. Dat is een beeld dat klopt niet. Het is ook zo dat als je naar bevolkingsgroei kijkt, dan is Europa het werelddeel nauwelijks groeit. Nederland wel binnen Europa, omdat wij economisch goed draaien en ook mensen aantrekken daardoor. En dan gaat het om werk. En ook studenten. Hè, alle universiteiten die een heleboel internationale studenten aantrekken. Maar als je even wat uitzoomt, dan wordt misschien het continent Europa wel het continent wat op een gegeven moment overgeslagen wordt. Dus het intercontinentaal valt het allemaal wel mee. Ja, maar goed, Nederland is een druk bevolkt land, dus dat wordt anders ervaren. En wat ik ook in jullie rapport las, is dat van al die immigratie, maar een relatief klein deel asielzoekers / vluchteling is. Ja, dus als je kijkt naar gewoon het motief asielmigratie de afgelopen 10, 15 jaar, dan is het 10 tot 11, 12% is dan een asielmigrant. Dus iemand die status krijgt. Het is wel zo dat er daarna, als mensen dan echt een stuk daarna nog weer gezinsleden laten overkomen, gezinshereniging, dat komt daar dan wel nog bij. En het is ook zo dat asielmigranten over het algemeen minder vaak weer weggaan dan arbeidsmigranten. Dus als je naar de netto-migratie kijkt, dan is dat aandeel wel wat hoger. En wij beleven nu ook een piek in de instroom van asielzoekers. Ja, het is voor een deel inhaaleffect, hè, van corona, toen er reisbeperkingen waren en toen er nauwelijks mensen zich konden bewegen over de grenzen. Maar er is nu wel meer instroom. Maar nogmaals, het is dus niet zo dat Nederland het land is waar de meeste mensen naartoe willen en kunnen. Nee. Ook in heel veel andere landen komen asielzoekers aan. Ja. Tot slot, als we het hebben over vluchtelingen. De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, waarvan iedereen weet dat die recent naar ons land zijn gekomen als gevolg van de oorlog, die komen niet aan de orde in jullie rapport. Waarom niet? Nee, omdat ons rapport nu tot en met 2021 gaat en de crisis was pas dit jaar. We maken wel cijfers over deze groep. We zijn nu ook bezig met bijvoorbeeld participatiecijfers, of de mensen aan het werk komen en zo. En ze zullen later wel degelijk nog goed worden onderzocht. Maar het is gewoon nog net te kort geleden om in deze publicatie in plek te krijgen. En was dat toeval, omdat jullie onderzoeksperiode tot die tijd liep? Of hebben jullie dat bewust gedaan omdat het zo'n aparte situatie is? Nee hoor, het was gewoon tot met vorig jaar liep het, dat was de afspraak. En je bent langer bezig met zo'n publicatie en dan moet je ergens een streep zetten. Maar we publiceren er wel over en we gaan er zeker verder naar kijken. Het is een hele grote groep en de kans aanzienlijk dat een groot deel van die mensen nog lang en misschien wel voor altijd in Nederland zal blijven. Ja. Nou, jullie hebben in dit rapport onderzocht wat de beweging van integratie is richting de gemiddelde Nederlander. Kun je nog vertellen waar de gemiddelde Nederlander woont? Ik ben daar zo benieuwd naar. Nou, als je naar allerlei gedragingen of kenmerken kijkt van mensen, dan zou je in de gemeente Apeldoorn een redelijke gemiddelde Nederlander tegen moeten kunnen komen. Oh, ligt ook redelijk centraal? Ja, ligt toevallig ook redelijk centraal. Het is wel gemiddeld genomen veel groener dan wat mensen gewend zijn in de omgeving. Maar daar woont ongeveer wel de gemiddelde Nederlander, zou ik zeggen. Qua opleidingsniveau, familie? Ja. Gezinsgrootte, inkomen. Dus dat de Apeldoorn daar. Maar ik ben zeker dat binnen Apeldoorn zijn de verschillen ook groot. Ja, dat is altijd, hè, met statistiek. Dankjewel Ruben voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit was Cijfers voor Iedereen, een podcast van het CBS. Elke aflevering rond een nieuw thema.